Ik ben Elseline Knuttel, ik ben leesspecialist en ik heb me daarbinnen nog extra gespecialiseerd in het theaterlezen. Theaterlezen is een samenleesvorm en het samen lezen maakt het tot een gezellige, plezierige activiteit. Kinderen lezen hun tekst vanuit een rol, ze zijn een personage. En dat maakt dat ze heel betrokken raken, dat ze zich kunnen inleven. En dat maakt dat ze weer eerder met intonatie gaan lezen, met expressie. Het bevordert daardoor heel erg het vloeiend lezen. En bij theaterlezen heb je geen dingen nodig die je bij drama nodig hebt, zoals een decor of kostuums of requisieten. Dus je hebt nodig je boek, je stem en publiek uiteindelijk. Kinderen kunnen in kleine groepjes, afhankelijk van het aantal rollen van het stuk, de tekst gaan oefenen. De koning vraagt wat er aan de hand is. Snikkend vertelt de prinses wat ze de kikker beloofd heeft. De kracht van theaterlezen is dat je het herhaald oefent. En je herhaalt het niet omdat je bijvoorbeeld een zwakke lezer bent, maar je herhaalt het omdat je je voorbereidt voor een voorstelling. En herhaald lezen is effectief voor zwakke lezers. We lezen vandaag de kikkerkoning. De prinses moet die kikker kussen. Dan pas wordt het een knappe prins. Een ander aspect, juist voor zwakke lezers, is dat het een hele goede gelegenheid geeft om een succeservaring op te doen met het lezen. Theaterlezen kan op school worden gebruikt, in kleine groepjes door een remedial teacher of door een logopedist of dyslexiespecialist. De kracht van theaterlezen is voor mij echt het stimuleren van het leesplezier. En dat staat los van het feit dat je het technisch lezen kunt verbeteren, het leesniveau dus kunt verbeteren, maar het gaat echt om het verbeteren van het leesplezier. Tessje is heel erg verdiend. Maar de koning zegt, die kikker heeft jou geholpen toen je verdrietig was. Heel veel kinderen die bij ons komen, die hebben er zoveel moeite mee met lezen. En willen gewoon echt niet meer thuis oefenen. En met theaterlezen hebben we dus een ingang gevonden om wel dat leesplezier te kunnen stimuleren. Het doel van een bibliotheekconsulent op school is voornamelijk het bevorderen van leesplezier. Ik denk dat het theaterlezen daarbij een uitstekende manier is. Het vraagt net iets meer van kinderen dan wanneer je een gewoon boek hebt. Ik vind theaterlezen leuk omdat je het met z'n allen doet en je leert ook van elkaar. Theaterlezen is niet alleen voor op school, maar dat kan ook juist heel goed meegenomen worden naar huis om op een plezierige manier het lezen te oefenen. Wist niet wat geel, wat rood, wit, blauw of lila was. Hoe kwam dat dan? Waarom? In mijn onderzoek was er een jongetje dat zei, in het begin las ik heel saai, maar nu niet meer. Dus hij kon eigenlijk zelf benoemen dat het monotone lezen wat hij deed, dat helemaal veranderd was en dat hij nu niet meer saai las. Theaterlezen is niet dé oplossing. Er zijn allerlei leesvormen. Maar uit zowel literatuur als uit mijn ervaring is gebleken dat dit een heel motiverende leesvorm is. Hier zit er wel een kikker in.